Ja, we zitten hier met z'n drieën. Wat is nou precies de verdeling? Wat doen jullie hier? Jij bijvoorbeeld? Ik doe financiën. Ja? Alles buiten de planning. Gedeelte uren van de chauffeurs. Ja, dat is wel zo'n beetje eigenlijk. Computers. Ik doe de planning, de operationele gebeuren, zeg maar. Dus aansturen van chauffeurs, de mensen die op de planning zitten. Contact met klanten dagelijks. Dat is kort en bondig verhaal hoe het gaat. Dennis? Ik probeer het geheel een beetje bij elkaar te houden eigenlijk, zeg maar. Dus ja. Dat is mijn taak. Nee, ik doe het vooral commercieel. Ik heb contacten met klanten, ik maak prijzen, offertes, contracten, dat soort zaken. Ja. En personeelsbeleid doe ik zelf. Want jullie doen het nu met z'n drieën, maar jullie werken hier toch al. Klopt. Wat is er veranderd eigenlijk sinds dat moment? Ja, wat is er veranderd? Ja, ze zijn harder gaan werken. Ja, top toch? Ja. Ja, dus voor de rest eigenlijk voor mijn gevoel niet zoveel veranderd eigenlijk. Maar, nee. Ja, altijd hard voor zaak gehad, dus dat blijft hetzelfde eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk wel heel erg mooi. Voor mij, ik werk hier dit jaar 12 jaar van de 15. Ja. Dus het is altijd een beetje mijn kindje ook geweest. Ja. En er is eigenlijk vrij weinig veranderd. Alleen voor mij persoonlijk wel. Ik merk wel nu, financieel natuurlijk dingen. Als een keer wat geld verdiend wordt of gaat een keer je verliest wat, dan komt het. Je ervaart het wel anders. Dat is, dat is wel het verschil. Maar ik denk de kracht van het bedrijf is toch. Jullie werken hier ook al zo lang. Ik heb al wat mensen gesproken die hier werken. Het lijkt wel een grote familie. Ja, dat is toch bij wijze van spreken wel. We zijn niet met elkaar op vakantie, maar. Nee, het scheelt weinig. Het scheelt weinig, maar we kunnen niet tegelijkertijd weg, dus. Nee. Lijkt beter van niet. Nee. Hoe was het me dan om te horen dat Dennis bijvoorbeeld de zaak ging verkopen? Hij is nu weer terug. Hoe was het voor jullie? Ja, het was even wennen, maar ja, Dennis kennende, die is toch altijd wel een beetje in beweging. Dus dat er iets zou aan zitten komen, dat was altijd wel een beetje te verwachten. Alleen zo snel als het gekomen is, zo snel als het ook weer omgedraaid. Dus het ook wel weer positief. Hij zit nooit veel. Ik zeg al, ik ken hem nu 12 jaar natuurlijk. Ja. Maar iedere dag is anders geweest. Dachten dat we die kant op gingen en dan doen we het zo. En het pakt altijd weer goed uit. Dus dat blijkt. Ja, het gaat goed. En dat is ook de reden. Ja, dat is ook de reden dat we, ik voor mezelf, maar ook denk voor Frank spreken, dat we alle vertrouwen hebben natuurlijk, ook in Dennis. Wat is de kracht van Nouwens? Wat is de kracht van Nouwens? Ja, ik denk dat wij nooit opgeven. We staan met z'n allen gewoon achter het product wat we zijn. Altijd hard werken. We leveren een topproduct met z'n allen. Ja, en zo zijn we gewoon. Zo voelen we ons. Ja, onze kwaliteit. De kwaliteit staat hoog in het vaandel en streven we ook na. Kunnen zien aan de uitstraling en de afspraken die we met de klanten maken, die komen we ook echt na. Wordt vaak wel gezegd natuurlijk, maar we komen het ook echt na en dat blijkt ook wel. Toevallig vanmiddag kregen we een mailtje binnen voor een goede klant van ons. Hebben we vorige week een groot project voor gedaan en krijg je toch een mailtje met een compliment en van een hogere staf. En dat is toch, dat doe je ook weer goed natuurlijk. En dat is leuk. Want er zijn natuurlijk duizenden transportbedrijven. Klopt. Hoe maak je jezelf dan concurrerend? Wat maakt dit bedrijf dan anders dan al die anderen? Iedereen zegt denk ik van kwaliteit, dat zeggen ze allemaal, maar ik denk dat wij het echt doen. Ik denk dat het echt een groot verschil is. Als je om 8 uur moet laden ergens, dan is het 8 uur en geen 5 over 8. En terwijl andere bedrijven dan heel snel kunnen denken van 7:15 kan ook wel. Nee, 8 uur is 8 uur. En een 7:15, daar hamer ik ook in hier bij de jongens en ook bij Boas heb ik dat altijd gedaan. Tijd is tijd en afspraak is afspraak. En als je dat gewoon lang vol blijft houden, dan kom je er wel. En ik denk onze kracht nog steeds is op dit moment naar onze klanten toe, Nederlandse chauffeurs. Ja. Waar al onze collega's kiezen voor Polen of Bulgaren of wat dan ook. Blijven wij toch gewoon vasthouden aan een Nederlandse chauffeur, omdat wij vinden dat die kwaliteit toch de meerwaarde brengt. Ja. En onze klanten die vinden dat ook. Die hebben niet graag een Polen aan de deur die de taal niet spreekt of die met een oude auto voor de deur komt. Nee, die willen gewoon mooi materiaal met een nette chauffeur en die gewoon Nederlands spreekt. En dat is de kracht. Nou, heb je hun dus ooit aangenomen. Ja. En nou, is de verdeling beetje anders, maar hoe maakt het nog voelt verschil? Voelt eigenlijk goed. Kijk, als er een tegenvaller is, zeg maar, dan dragen we ook met z'n drieën, dus dat scheelt mij ook een beetje. Ja. Als er een wagen schade wordt gereden, zeg maar, die schade delen we ook met z'n drieën, dus dat is ook wel prettig. En heb je ooit naar hun gekeken en dacht van, dat zijn wel jongens die zouden dat wel kunnen? Nee, zal ik het eigenlijk nog bekijken. Nee, ze kwamen zelf bij jou binnen. Zijn ze zelf mee moeten kopen. Op ons bier. Ja? Nou, maar goed, het is toch mooi dat jullie dat hebben aangedurfd. Ja. Op een gegeven moment hebben ze zelf aangegeven van zou het niks voor ons zijn. Toen op een gegeven moment mijn andere compagnon eruit wilde gaan.
hebben er zelf aangegeven, zou het niet voor ons zijn. En toen ging ik erover nadenken. Ik denk, ja goed, dat zou misschien wel een perfecte oplossing kunnen zijn voor de toekomst. Ja. We hebben nou op alle fronten, zeg maar, zowel commercieel als financieel als operationeel, de juiste mensen. Want voelt dat echt, jullie kunnen allemaal behoorlijk goed aangeven in welke segmenten jullie zitten. Jullie zijn met z'n drieën, vullen jullie dat helemaal... Ja. Helemaal in. Ja. Drie handen op één buik, hè? Ja. Drie grote buiken zelf, hè? Ik wil het niet zeggen, maar jullie hebben wel buiken inderdaad. Ik heb er allemaal gewas van. Nee. Als je op vrijdagmiddag om 5 uur komt, dan weet je waar die vandaan komt. Standaard bier. Ik kan me voorstellen dat er ook wel eens af en toe een biertje gedronken wordt. Ja, absoluut. Absoluut. Dat straalt hier toch vanaf dat jullie het allemaal met elkaar doen. Keihard gewerkt, maar we hebben ook wel eens een Bourgondisch tintje, denk ik. En, dat zie je met kerstborrels en dat zie je met personeelsuitjes. Dat moeten we wel een beetje aan houden. Ja, dat is mooi. Meer als werken. Want, wat zijn de kansen voor de komende jaren? Ik denk als wij ons nieuw serviceniveau van dit blijven handhaven, dan liggen nog zoveel kansen. Ja? Als ik zie hoe moeilijk de markt momenteel is, heel veel bedrijven vallen om. Of hebben het echt moeilijk. Ja. Als je ding blijft doen zoals wij het doen, dan komt het vanzelf het werk. Ja. Zie je dat ook zo? Ja, goed, daar sluit ik me bij aan. En misschien toch zo links en rechts nog wat specialiseren. Ja, we hebben wel takken waar we gespecialiseerd zijn. En dat wat proberen uit te bouwen en dan op die manier toch te onderscheiden van de rest. En voorop blijven lopen in automatisering. Hè? Dus zorgen dat want ik hoor ook al een aantal keer van dat jullie altijd wel vrij nieuwe dingen altijd hebben. En altijd vooraan proberen te lopen. Ik heb net in een vrachtwagen gezeten. Dat zag er vrij high-tech uit, moet ik zeggen. Geen schade gereden of je hebt niet zelf gereden? Nou, je moet het formuliertje nog even invullen, maar klein krasje gemaakt. Nee, klopt. Maar door daarin te blijven investeren, scheid je jezelf een beetje af van de markt natuurlijk. Wij doen dingen die andere bedrijven langzamerhand beginnen dat ook niet te komen. Scannen, factureren via e-invoicing, dat soort dingen. Ja. Boordcomputers. We kunnen elke minuut van de dag zien waar de auto's zijn. Dat soort dingen. Mooi. Ja. Dus de komende 15 jaar. We hebben er nu 15 jaar op zitten. Ja. Ik ben er geweest. Zolderkamertje waar het allemaal begonnen is. En nu zitten jullie hier zo. Hoe zien jullie de komende 15 jaar? Ja, hard werken, doorgaan met de weg die we ingeslagen zijn en dan komen we er vanzelf wel een keer. Ook Bouwers? Hard blijven werken. Hard blijven werken? Ja, en ik kan erop terug blijven komen, maar gewoon blijven doen wat we doen. En dat, daar hebben we vertrouwen in. Ja, ik wil eigenlijk wel iets minder uit gaan werken eigenlijk. Ja, jij is minder, zij is harder. Dan zijn we harder werken. Nou, ik denk wel, lekker, het zijn als nog frisse gasten in het bedrijf. Ja, nee, maar ze houden mij ook scherp, zeg maar. Na 15 jaar, zeg maar, dan op sommige dingen word je ook wel makkelijker misschien. En ze houden mij ook scherp op sommige dingen. Daar krijg je de kans niet voor, denk ik. Nee, dat klopt. Nee, dat is ook een eigen portemonnee natuurlijk, dus je zit er ook bovenop. Dat is logisch. Ja. En dat mag. Hartstikke mooi. Ja. Jullie zijn nu mede-eigenaar van het bedrijf. Wat is er nou veranderd? Ja, als ik kijk, qua werkuren is eigenlijk allemaal hetzelfde gebleven. Gewoon maken gewoon een werk af. Dus als we klaar zijn. Ja, je hebt iets meer verantwoording. En als er discussies zijn in bedrijven over dingen, daar voel je toch meer bij betrokken. Ik zag het toch als mijn bedrijf, zeg maar. Hè, van begin af aan. Ik heb samen met Dennis gezeten, zonder Dennis, soms weken aan een stuk. Dat is toch wel een van de redenen. Ik dacht altijd, ik sprak het over als het mijn bedrijf was. Maar het was natuurlijk niet officieel. En nu kan je het echt zo zeggen. En nu kan ik het inderdaad zo zeggen. Dus dat is ook dat ik er heel erg trots op ben. Ja. En dat is een van de grote redenen natuurlijk. En goed, omdat het succesvol is, er ook voor gekozen. Is er je collega's, of jullie collega's, hebben die moeite mee? Tegen ons hebben we nog iets verteld, maar... Nee. Ik was er wel een beetje... Huiverig voor. Ja, benieuwd naar hoe het zou gaan. Weet je. We gaan redelijk vrij met elkaar allemaal om. Kijk, want die zeggen, ga ik de baas dit en zo. En dat is natuurlijk ook niet helemaal. Maar ja, het is toch wel anders. Ja. Maar het gaat, ik vind dat het vrij goed gaat. Van niet idee. Ja, het is wel mooi, want in principe alles wat ik hoor, weet je. Het gaat allemaal geweldig en goed. Zijn er ook wel dingetjes die wat minder gaan? Of jullie hebben denk ik dan toch een roerige tijd gehad? Ja, er is veel gebeurd, zeg maar. Het was ook een onzekere tijd, ook voor de chauffeurs, voor de medewerkers, zeg maar. Want ik verkocht een deel en ik kocht het weer terug en op een gegeven moment kon niemand meer volgen. Ik zelf bijna niet eens meer. Nee. Maar en de klanten bijvoorbeeld? De klanten, we hebben eigenlijk een beetje stilgehouden eigenlijk, zeg maar. Want er veranderde zoveel in korte tijd, dat daar gaan we de klanten niet elke keer over inlichten. Want die snappen het op een gegeven moment ook niet meer. Die horen het nu, op het filmpje. Ja, die horen het nu inderdaad. Maar goed, alles achter de rug. Dus wat dat betreft, nu is duidelijk. Hè. We zijn met z'n drieën, dus klaar. Dat is de toekomst en zo zal het blijven. Ja. En
Je merkte wel aan de reacties bij de chauffeurs toen het bekend werd. Dat de jongens waren bijgestapt, zeg maar. Ja, dat was gewoon geweldig. Die opluchting bij die gasten, dat weer duidelijkheid was. En, dus ik, ja. Het is weer een beetje rustig vaarwater, ja, zou je kunnen zeggen. Ja, merkte dat ook, bedrijf? Ja. Ja. Want het klinkt nu alsof alles geweldig gaat. Nee, maar het is moeilijk toch nu deze maar het gaat bij ons altijd met golven. Het is tijdens de laatste kerstborrel hebben we bekendgemaakt. En ja, januari, februari was weer zo'n drukke maand. Dus ja, mensen hebben ook weer weinig tijd gehad om erover na te denken. Want iedereen moest alle zeilen bijzetten om het werk af te krijgen. Weer goed. Ja. Ja. En nu zitten jullie hier tevreden met z'n drieën. Ja. Ik tevreden. De komende jaren. Ja, we gaan nog even vooruit. We gaan nog even vooruit. Ja, we hebben een auto. Dat is een soort motto. Hebben jullie een motto eigenlijk? Is er een motto van investeren het bedrijf? In vooruitgang, dat is onze slogan die inderdaad onlangs is gelanceerd, denk ik. En die is denk ik ook echt typisch op ons voor toepassing, zeg maar. Omdat we inderdaad ook altijd voorop lopen met zowel materiaal als met mensen, met automatisering, zeg maar. Proberen we altijd voorop te lopen. Dus investeren in vooruitgang is eigenlijk wel de juiste... Investeren in vooruitgang. Ja. Jij als ambassadeur van Fight Cancer. Ja. We hebben lang nagedacht wat we jou wilden geven. We hebben ervoor gekozen om toch iets te doen als bedrijf zijnde. Ook namens de gasten en personeel van Nauwens Transport willen we jou een cheque aanbieden. Oké. Okay. Tadaa. Ja, dat is mooi. Er staat lekker veel op. Ja, 0 euro. Dat schiet lekker op. Ja, daar komen we niet zo heel erg ver mee met Fight Cancer. Nee, als de bussen geleegd zijn aan het eind van het feest, dan zullen we het je vertellen. Oké, okay, dus die staan op het feest op dit moment. Ja. Dus het is erg belangrijk dat iedereen daar flink wat ingooit. Want ik kan je vertellen, elke euro bij Fight Cancer wordt super goed gebruikt. Okay. Dus hartstikke bedankt daarvoor. En ik zou zeggen, ik wens jullie een topfeest. Maar het gaat wel lukken, denk ik. Gaat zeker lukken. Ja. Brabantse gezelligheid. We hebben allemaal hier met z'n allen bij elkaar 5000 euro opgebracht. Iedereen, dankjewel daarvoor. Ja, geweldig. Dankjewel allemaal. Echt... Daar zullen ze enorm blij mee zijn. Voor Fight Cancer, we hebben 1597 euro en 12 cent bij elkaar kunnen krijgen. Hier zijn die 2,88 euro, anders begin je tegen ons te zeiken.